Goedendag, dames en heren, goedenavond. Welkom bij deze vergadering die ik hiermee open. En we hebben een vragenronde. Meneer Veldhuis, u heeft een vraag. Dank u, voorzitter. Ja, vorige week hebben de Tweede Kamerverkiezingen voor Dalsen een heel mooi resultaat opgeleverd. Er zijn maar liefst twee inwoners van Dalsen volksvertegenwoordiger geworden in Den Haag. Van onze partij uit Malik Asmani en voor het CDA onze eigen wethouder Maurits van Martels. Ik doe even de aanname dat de heer van Martels per direct weg is als wethouder. Het gevolg hiervan is wel dat we als gemeente even tijdelijk met een probleem zitten. We hebben een nieuwe wethouder nodig. Mijn vraag is hoe het proces nu gaat verlopen. Kunt u daar iets over zeggen of is dat nu nog te vroeg? Wanneer we een naam kunnen verwachten en op welke datum u verwacht dat we de nieuwe wethouder kunnen feliciteren met zijn of haar benoeming? En een bijkomende vraag die we hebben is of deze tijdspanne tot aan de beëdiging van de nieuwe wethouder nog gevolgen heeft voor geagendeerde onderwerpen. Of worden deze tijdelijk ondergebracht bij een van onze andere wethouders? En u wilde die vraag bij de heer Uitslag neerleggen? Nou, ik wist eigenlijk niet precies bij wie ik moet beginnen. Dat is heel goed, want u spreekt het college aan. Ik spreek inderdaad het college aan, maar ik deels ook het CDA. Dus vandaar ook dat ik... Maar dan gaat u er maar automatisch van uit dat het CDA de nieuwe wethouder levert. Misschien wilt u wel, heeft u wel ambities. het is een beetje een flauwe reactie, maar strikt formeel is dat natuurlijk zo. Er moet gewoon een nieuwe wethouder worden voorgedragen. Maar laat ik eerst beginnen met de allereerste opmerking die u maakte. De heer Van Martels heeft vandaag pas een ontslag ingediend. Ik denk dat het goed is dat u zich dat realiseert. Want u gaat er al van uit dat allerlei dingen eerder zijn gelopen. En waarschijnlijk ook omdat u al voorlopige uitslagen eerder heeft gezien van Kamerverkiezingen. Maar de heer Van Martels heeft zijn ontslag vandaag pas ingediend. En dat is ook logisch. Tenminste, ik heb het vandaag pas van hem gekregen. En dat is ook logisch, want hij heeft natuurlijk gewoon de feitelijke toelating en de beëdiging afgewacht. Alvorens hij zijn ontslag zou indienen. Dus dat is het eerste. En dat betekent ook dat het ronduit onbeleefd zou zijn geweest om hem te vervangen nog voordat hij zijn ontslag had ingediend. Zeker gezien het feit dat het gewoon een fijne wethouder en een fijne collega is geweest. Dus dat is het eerste punt. Het tweede punt is, de heer Van Martels blijft wethouder totdat de nieuwe wethouder benoemd is met een uiterlijke termijn van, als ik het goed heb gevierd, 28 april. Hè? En dan, maar als de nieuwe wethouder eerder is benoemd, dan gaat het ontslag eerder in. Waarom is dat weer van belang? Omdat ook strikt formeel in vervangingsaangelegenheden hij nog steeds in dienst is. Hij vervangt mij nog steeds in de piketrekening. Dus het is wel goed dat u zich dat realiseert. Dus het is niet zo dat hij al zijn activiteiten heeft beëindigd. En ik heb van hem begrepen dat hij het de komende tijd in de Kamer ook nog heel rustig heeft. Dus hij zal ook nog een aantal zaken blijven doen in de komende weken. Dus dat voor wat betreft de heer Van Martels. Dat maakt ook zijn vervanging door het college eerlijk gezegd relatief eenvoudig. Speelt op dit moment eigenlijk helemaal niet. Inhoudelijk zijn portefeuille waar hij het niet kan doen, doe ik het. Dan wel laten we ons ambtelijk vertegenwoordigen. En ik word ondersteund in mijn portefeuille door wethouder Van Leeuwen en wethouder Agricola voor wat betreft de projecten waar ik eventjes wat minder in doe. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat is de formele afspraken die we gemaakt hebben. Maar dat loopt eigenlijk heel goed. Laatste punt vind ik eigenlijk wel van belang. Er zijn allerlei wettelijke vereisten met betrekking tot het benoemen van een wethouder. En die willen wij ook wel graag zorgvuldig vasthouden. Ik zei u al, allereerst moet er gewoon een ontslag worden genomen. Er moet een vacature zijn. Dat is dus pas sinds vandaag. Hè, dat we dat goed realiseren. En daarna hebben we sowieso nog te maken met wettelijke termijnen. Ik weet niet of ze wettelijk zijn, maar in ieder geval vastgelegd in onze eigen reglementen. En verordening met betrekking tot dingen in kernpunten bekendmaken. Dan moeten minstens 8 werkdagen tussen het bekendmaken en het benoemen zitten. Dat zijn allemaal zaken die ook nog een keer spelen. En het is wettelijk zo geregeld dat de burgemeester advies mag uitbrengen aan de voordragende partijen. En daar zal ik ook uiteraard gebruik van maken, van dat recht. Ik zit me af te vragen of ik nu... Ja, en nu de vraag wanneer... Ja, dat is dus een vraag die ik niet kan beantwoorden. Maar misschien dat ik ook nog... Want u vraagt ook indirect aan de heer Uitslag of u daar iets over iets wil zeggen. Wilt u dat, meneer Uitslag? Vindt u dat gepast op dit moment? Dan geef ik u het woord. Dank u wel, voorzitter.
Ja, het lijkt me niet gepast om hem de nieuwsgierigheid nog verder te tarten, dus maar gewoon antwoord te geven op de vraag. Maar laat ik eerst beginnen met het feliciteren, ook vanaf deze plek, namens mijn fractie, de CDA-fractie, van onze oud-wethouder, met zijn plek in de Tweede Kamer. Ook al laat hij een vacature achter, het is hem van harte gegund. Ook een felicitatie aan de inwoners van Dalfsen, die twee goede vertegenwoordigers in de Tweede Kamer weten. En dan toch even op de procedure. We zouden het CDA niet zijn als we niet hadden vooruitgedacht. Maar eerlijk is eerlijk, ook wij waren verrast toen vrijdags bekend werd dat er voldoende voorkeurstemmen waren gehaald. Er stond dus nog geen kandidaat klaar om direct te worden benoemd. En dan toch even voor de illustratie een korte schets wat er allemaal bij komt kijken. De fractie beslist uiteindelijk wie namens hen de wethouder mag worden. Maar daaraan voorafgaand vindt intensief plaats met het bestuur, dus bij het CDA zo geregeld. Ook is afstemming nodig met de coalitiepartner en met de burgemeester, hoorde je al. Want de coalitie is per slot van rekening gezamenlijk verantwoordelijk voor de wethouders. En voeg daarbij toe de volle agenda's van alle betrokkenen. En u begrijpt vast dat we nog niet zover zijn. Ik spreek wel de hoop uit dat u niet zo heel erg lang meer hoeft te wachten. Maar dat uw wachten zal worden beloond. Overigens, u hoeft niet met dergelijke vragen te wachten tot een raadsvergadering. Dat duurt zo lang in de regel. U kunt me gerust even aanschieten, bellen of mailen. Dat laatste aanbod geldt ook voor mij. U kunt mij altijd bellen, mits op enigszins passende tijdstippen. Is dat voldoende voor u, meneer Veldhuis? Jazeker, dank u. Waren er nog anderen die naar aanleiding hiervan vragen wilden stellen? Niet? Agenda punt 2. Vaststelling van de agenda. Is die akkoord wat u betreft? Ja, tik hem af. En dan ga ik weer even door de akkoordstukken heen. En dan kijk ik iedere keer rond of ik het goed doe. 5. Gedragscode integriteit bestuurders en volksvertegenwoordigers. Voorstellen om de gedragscode integriteit bestuurders en volksvertegenwoordigers 2017 vast te stellen. De gedragscode integriteit voor de leden van de gemeenteraad zoals vastgesteld op 26 mei 2003 in te trekken. Een geschenkenregister in te stellen en kennis te nemen van het ambtelijk vervolgtraject. Bent u akkoord allemaal? Bent u allemaal? Als u met de algemene stem. Punt 6, beleidsplan, vergunningverlening, toezicht en handhaving 2017-2021. Voorstel is vast te stellen het vergunningsverlening, toezicht en handhavingsplan 2017-2021. Gemeente Dalfsen. Bent u allemaal? Algemene stemmen. Dan ga ik naar agenda punt 8. 7, neem die kwalijk. Verordening kwaliteit, vergunning, verlening, toezicht en handhaving. Vast te stellen de verordening kwaliteit, vergunning, verlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht, gemeente Dalfsen. Akkoord. Algemene stemmen. Ja. En dan wel een 8. Notitie rijkwijde en detailniveau. Milieueffectrapportage Leemler-Veldseweg 65. En het voorstel is om de notitie rijkwijde en detailniveau combinatie milieueffectrapportage uitbreiding. Varkenshouderij Leemler-Veldseweg 65 vast te stellen. Bent u akkoord? Allemaal? Algemene stemmen. Is die vastgesteld? Dan ga ik nu naar de bespreekstukken toe. Kom ik bij agenda punt 9. Toegankelijkheid, activiteitenterrein. Onderwerp is volgens mij heel uitgebreid besproken in de commissie. Ik was erbij. Gemeentebelang kon zich vinden in de verbeteringen. ChristenUnie, VVD en D66 PvdA zoeken naar structurele oplossing. En de heer Lochtenberg namens het CDA had een alternatief in termen van platen. Dat is uitgewerkt, staat op mijn annotatie en dat staat ook op het RIS. En ik neem dat u, aan dat u daar kennis van genomen heeft. Het voorstel van het college is niet aangepast. U heeft ook nog een reactie ontvangen van de feestcommissie Leemler-Veld vandaag. Als het goed is, heeft u die ook gezien. Die staan ook op de RIS. Kunt u wat mij betreft gewoon bij de beraadslagingen betrekken als u dat wilt. En ik wil er gewoon maar, gezien de intensieve discussie in de commissie, wil ik het maar in twee ronden doen. Dus eerst nog een keer vragen graag voor de beeldvorming en daarna pas richting opiniecircuit besluitvorming. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. We hebben nog twee aanvullende vragen. De ene is naar aanleiding van
de beantwoording op de vraag van in hoeverre we nu kunnen garanderen dat er nu de meeste kosten gemaakt zijn. Daarop gaf de wethouder als antwoord dat hij ervan uitgaat dat met de voorgestelde aanpassingen de standplaatsen met name goed bereikbaar zullen zijn. Betekent dit dat eventueel extra te maken kosten voor rekening van de organisatoren komen, dus niet voor de gemeente zullen zijn? Anders gezegd, als dat middenterrein toch te nat blijkt, moeten de organisatoren dan zelf voor de eventueel aanvullende benodigde rijplaten zorgen? Dat was vraag 1. En de tweede is, bij de behandeling in commissie vroeg ik de wethouder nog om de kosten die gemaakt moeten worden ook te bezien in relatie tot de eigen bijdragen die in de andere dorpen geleverd worden door de stichtingen. Daarop hebben we eigenlijk geen inhoudelijk antwoord ontvangen. En mijn vraag daarom, waarom betalen de andere stichtingen zelf bedragen, heffingen als wet onroerend zaakbelasting, huur, vastrecht voor de nutsvoorzieningen enzovoort. Groot deel van de onderhoudskosten, maaien grotendeels, dat soort dingen gebeurt allemaal door de stichtingen zelf. Terwijl dat in Dalfsen gewoon voor Niemendaal gaat. Dus die vraag willen we toch graag even beantwoord hebben. Dank u. Dank u wel. Anderen? Meneer Nijberg, ChristenUnie. Ja, voorzitter. Ik zou graag willen aansluiten bij de vraag van het CDA. Tweede vraag. Dat was al eerder genoemd, ook in commissie. En wij vragen ons ook af, is die regeling, als het gaat om beheer en kosten, nu op alle terreinen gelijkluidend? En we krijgen de indruk van niet, maar daar zouden we graag de wethouder over nader horen. Ander nog? Niet? Dan zijn dit vragen, wethouder Agricola. Ja, dank u, voorzitter. De eerste vraag, de bereikbaarheid, met name treinen hier in Dalfsen. Zoals ik in de commissievergadering heb gezegd, wij hopen en verwachten dat met deze maatregelen het voldoende is geweest. Mochten er desondanks bij spreken in extreme natte perioden middenterrein te nat zijn, dan dienen de organisatoren zelf voor aanvullende maatregelen te zorgen. Dan de kosten die ook met name wat u zegt per evenemententrein verschillen. We hebben vandaag een brief gekregen vanuit Leemuiderveld. Daar stonden zaken in die nieuw voor mij zijn. En ik ga het even nader bestuderen en wij komen daar schriftelijk bij u als raad op terug. Ik kan wat roepen, maar in ieder geval ik wil eerst goed inventariseren hoe het daadwerkelijk zit, zodat we u ook een goed antwoord kunnen geven. Dus daar komen we schriftelijk u op terug. En daarmee hoop ik ook de vraag van de ChristenUnie te hebben beantwoord. Dus punt 1, u geeft aan extra kosten om de toegankelijkheid voor organisatoren van evenementen te kunnen bevorderen worden door die organisatoren van evenementen zelf bekostigd. Zo versta ik u. En het tweede punt, u komt terug met betrekking tot de verschillen voor wat betreft de bijdragers vanuit de evenementen, terreinen, uit de hele gemeente. Niet alleen maar Leemuiderveld, neem ik aan. Ja? Oké. Okay. Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? Jazeker, meneer Veld. Want ik snap heel goed wat de wethouder zegt en het is heel verstandig om daar even rustig naar te kijken. Maar misschien dat hij toch wel een reactie kan geven in algemene zin of het ook zijn intentie is dat in beginsel hier gelijk gehandeld zou moeten worden. Wethouder. Dat is de intentie wel. Ik moet er wel bij zeggen dat de verschillen, of er zijn verschillen. Ik noem het alleen maar veld. Twee derde is eigendom van de Stichting Suikerbiet. Een derde is eigendom van Dalfsen. Maar de insteek is gelijke monniken, gelijke kappen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Waarbij u zich moet realiseren dat de eigendomssituaties en structuren, constructies verschillend zijn. En dat dat wellicht tot verschillende uitwerkingen leidt. Maar het uitgangspunt is duidelijk. Meneer Nijburg? Ja, voorzitter, ik wil graag wachten op een uitgebreide reactie van de wethouder. Maar volgens mij heeft het CDA in de commissie al uitgebreid daarover vragen gesteld. En had ik eigenlijk verwacht dat er een antwoord op zou komen. Maar misschien ben ik te snel en loop ik voor. Het antwoord is dat het antwoord komt, schriftelijk. En dan kunt u het trouwens altijd agenderen als u dat wilt. Misschien... Ja, ik had de indruk dat de heer Meijburg misschien bedoelt de antwoord op de rijplaten, of bedoelt u dat niet? Want zit wel bij de stuk. Inderdaad, het gaat over rijplaten en alles wat ermee te maken heeft. Wie betaalt nou uiteindelijk de kosten? Dat heeft volgens mij het CDA uitgebreid gevraagd in commissie.
Wethouder Achikelaar. Daar hebben wij u via TRIS over geïnformeerd. De vragen die de heer Lochtenberg heeft gesteld en de uitwerking is via TRIS, is dat beantwoord. Met die verstande dat u net aangaf dat extra rijplaten die nodig zijn in het middenterrein, dat die voor rekening van de organisatoren zelf komen. Dat is toegevoegde informatie daarbij. Stel het maar vast. Hebben alle feitelijke informatie wel of niet bevredigend, maar hebben die boven tafel nu? Ja? Ga ik naar de opinierende fase. Wie van u mag ik het woord geven? Iemand moet een opinie hebben, dat kan niet anders. Ja, nee. Ja, voorzitter, ik wil wel beginnen. Het is niet ons favoriete punt, want we hebben al vaker gezegd dat we wat moeite hebben met het terrein. En we zijn er kritisch over geweest, en nog. Samengevat zeggen we, ja, het blijft toch een beetje pappen en nat houden. Ja. Dat is echt, ja, letterlijk en ook samengevat. Het lijkt ons niet een eindoplossing. Wij zijn bang dat er toch regelmatig wat geld bij moet. En vragen ons nog steeds af, en dat dachten we ook in het kader van structurele oplossingen, is het mogelijk om toch nog eens te kijken naar een andere plek? Maar goed, het is niet onze keus. We vinden dat we het wel goed moeten regelen. Dat hebben we ook steeds, daar hebben we ook steeds op ingestoken. En vragen ons af, ja, is het hiermee klaar? Nou, misschien niet. Maar we vinden wel dat het goed moet worden opgelost. Dus wij blijven niet positief hierover, maar werken kritisch mee. En met stemverklaring uiteindelijk. Ja, u vindt dat het niet zou moeten, maar u gaat er wel mee akkoord. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, wij stemmen graag in met het voorstel. We realiseren ons, ik reageer een keer voor wat de heer Nijburg net zei. Het is een kwetsbaar stuk gebied. Dat wisten we toen we dit stuk aan hebben gewezen. Dus het lag op voorhand al vast dat er nu en dan wat problematiek zich zou voordoen. Hoeveel wisten we toen niet, maar daar komen we nu geleidelijk aan achter. Dus ik vind het voorstel ook wel passen in de lijn van de gedachte die er toen was. Dus, en zoeken naar een andere locatie. Ja, elke locatie, daar hebben we toen ook gemerkt, heeft zo zijn voor's en tegens. Dus daar zou ik toch echt niet voor zijn om daar het college nu mee op te zadelen. Laten we voorlopig dit even vasthouden, zou ik zeggen. Stemmen dus graag in. Dank u wel, meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, allereerst dank voor de aanvullende informatie over de rijplaten. Voordeel van de rijplaten zou zijn, in ieder geval dat blijft over, dat die ook bij andere evenementen zou kunnen worden ingezet. Maar het is wel duidelijk dat ook zo'n alternatief gewoon hartstikke duur is en weinig geld bespaart ten opzichte van het voorstel. Voorzitter, dat brengt ons tot de conclusie dat de mogelijke bezwaren een heel stuk zijn afgepeld. We houden de wethouder aan het vertrouwen dat hij uitspreekt in de voorgelegde oplossing. De wethouder gaf ook aan dat gebruikers en de BTB-groep content zijn met de voorgestelde verbeteringen. Dat deel bevalt ons ook enorm. Het door ons aangedragen en door u onderzochte alternatief levert economisch gezien weinig voordeel. Daarbij verwachten we dat de waterdoorlaat van de opgebrachte laag naar de ondergrond toe geleidelijk aan zal verbeteren. En voor eventueel aanvullend te maken kosten voor de bereikbaarheid van de standplaatsen geeft u al aan, draait de gemeente niet op. We zijn blij met de verbeterde toegankelijkheid voor de minder validen, inclusief de toegangsverlichting. De verharding met die grasbetontegels lijkt, althans voorlopig, een redelijke verbetering op te leveren voor de standhouders. Die standhouders zorgen zelf voor eventueel aanvullend benodigd noodverharding. Al met al kunnen we in dat deel van het verhaal ons vertrouwen voor zover uitspreken in het voorstel. Blijft staan het verschil in wat we geconstateerd hebben tussen de dorpen. We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat in ieder geval nu de verschillen, zoals die zijn, blijkbaar zijn ontstaan in de loop der tijd, in kaart te brengen en ons toe te laten komen. Op zich blijft het vreemd dat een eigendomssituatie, die eigenlijk in het voordeel is van de gemeente, leidt tot hogere kosten voor die eigenaren dan als je het gewoon lekker aan de gemeente overlaat. Dus we hopen dat de wethouder de verschillen inzichtelijk maakt enerzijds, maar anderzijds ook aan kan geven hoe die dan die gevoelens in ieder geval van ongelijkheid weg zou kunnen nemen. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Mevrouw Snijder, gemeente Belangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn in de commissie al akkoord gegaan met dit voorstel. We vinden het inderdaad ook een lastige kwestie. We hebben in het verleden inderdaad heel veel over gesproken. Maar als raad hebben we nu een keer deze locatie vastgesteld. En wij vinden ook dat de organisaties die evenementen organiseren het echt verdienen om een goede
goed terrein ter beschikking te hebben. Het verschil in kernen staat wat ons betreft nu niet ter discussie, maar we wachten de reactie van de wethouder af. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ook wij gaan akkoord met het voorstel zoals het hier ligt. De meeste dingen zijn ook al gezegd. Wat ik daar nog wel even op aan wil vullen is van het goed is om te zien dat u ook naar de organisatoren bent geweest, dat u daarmee om tafel heeft gestaan. De verschillende andere betrokkenen, zoals de Stichting Platform Gehandicapten en het Waterschap, dat daar ook voldoende mate mee overleg is gevoerd, zodat zij ook hun inbreng hebben kunnen doen hierbij. Verder wil ik nog even aangeven dat wij wachten op de reactie van de wethouder om die verschillen tussen de verschillende kernen bij evenemententerreinen om dat uit te zoeken. Verder is akkoord met het voorstel. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Royakkers, D66. Ik ben ook akkoord. Ik sluit mij aan bij eerdere sprekers over de rest zou ik mijn kruid droog. Uitstekend. Wethouder Agricola, heeft u nog iets toe te voegen naar aanleiding van de opinierende inbreng? Alles is gezegd, voorzitter. Dan breng ik hem in de besluitvorming. Voorzitter, ten aanzien van de procedure mag ik nog een vraag stellen. Want wat nog op tafel ligt nu is dat uitzoeken van de verschillen tussen verschillende terreinen. Neem niet weg dat we natuurlijk hier een besluit over kunnen nemen. Maar komt het punt nog terug? Of bepalen we dat met elkaar? Volgens mij heeft de wethouder toegezegd dat hij er een notitie over schrijft, over de verschillende terreinen. Volgens mij mag u ervan uitgaan, dat heeft u weliswaar niet zo gezegd, dat u ook een verklaring voor die verschillen zal proberen te formuleren. Daar waar die er niet is, zal dat niet lukken. En u moet dan vervolgens beslissen of u het wel of niet wil agenderen. Dat is aan u. En dat staat u vrij. Laat mij. Dat kan natuurlijk, hebben we altijd die vrijheid om dat te agenderen. Maar als ik me goed herinner, heeft de wethouder gezegd dat hij A niet op de hoogte was dat die situatie in Lemelenveld zo was. Dat hij dat nog moet nagaan. En dat de intentie was om het tussen de kernen gelijkwaardig te houden. Als u hem geagendeerd wil hebben, hoeft u het alleen maar te vragen nu hoor. En dan is dat gebeurd. Wil ik het graag geagendeerd? Ja, dan kijk ik even naar de raad. Gaat dat voor de raad? Dat steun ik ook. Ja? Gaat het ook veranderen? Oké, dus dan vragen we dan een agendacommissie of ze dan dat wil meenemen. Is dat akkoord? U gaat gewoon over je eigen agenda. En dan ga ik hem nu in stemming brengen. Toegankelijkheid activiteitenterrein, agenda punt 9. Voorstel is om de verbeteringsvoorstellen in 2017 uit te laten voeren. Een bedrag van 81.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van deze verbetering. En dit bedrag ten laste te brengen van het resultaat 2017. Is dat akkoord wat u betreft allemaal? Ja? Met stemverklaring. Die stemverklaring hebben we gehoord, meneer Nijburg. U wilde eigenlijk niet, maar u moet wel, omdat u dat vindt. Zoiets. Maar dat is hem. Alles behalve van harte. Aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 10. Ontwerpverklaring van geen bedenking residentie Slingerdam. Nou, dat was een boel discussie in de vorige commissie. Gemeentebelangen kon zich in de plannen vinden, andere fracties in meer of mindere mate niet. Of in ieder geval hadden bedenkingen. Er is volgens mij ook op verzoek van D66 aanvullend beeldmateriaal beschikbaar gesteld. Dat was uw vraag, van hoe ziet het eruit vanaf de weg? Laat ik het maar normaal Nederlands doen. We hebben een schriftelijke reactie van Classic Job en Dabeco is ook toegevoegd aan de stukken. Het college heeft die ook beantwoord, is ook toegevoegd. Later ook nog een reactie van de Industriële Club Dans ontvangen. Al met al 17 bijlagen. 19 ondertussen, zegt de griffier. Ik zou het fijn vinden als we het daarbij kunnen laten. Nou ja, dat beslis u. Weer een twee ronden lijkt me. Dus wie van u mag ik het woord geven voor eventuele vragen? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. We hebben toch even een aantal vragen nog voor de wethouder. Goede ruimtelijke ordening voorkomt hinder en gevaar. Dit kan door voldoende afstand te houden tussen milieubelastende activiteiten, zoals bedrijven, en gevoelige functies, zoals woningen. Om dit te reguleren heeft de VNG een handreiking bedrijven en milieuzonering uitgegeven. En hierin staat dat de richtafstand voor 3,2 milieuzones 100 meter is. We hebben even een aantal vragen over die we toch even verduidelijkt willen hebben. Wat is de reden dat u heeft besloten om deze bufferzone niet langer van toepassing te laten zijn?
Een andere vraag die we hebben, wat is de richtafstand in de nieuwe situatie op de locatie? Derde is, weten de geïnteresseerden voor Slingendaal dat er een bedrijf met een 3,2 milieuzone zich binnen 50 tot 60 meter afstand bevindt? En zo niet, moet dat ook vermeld worden? En geldt deze richtafstand ook voor andere 3,2 milieuzones binnen onze gemeente? Oftewel gaan we dat aanpassen nu. En vervolgens heb ik nog een vraag aan de wethouder. Van, kunt u hier nogmaals bevestigen dat de bedrijven grenzend aan de residentie Slingendaal, en dan heb ik het over Classic Job en Dabeco, zich kunnen ontwikkelen en gebruik kunnen maken van het aanwezige groeipotentieel, zolang deze blijven binnen de wettelijke eisen die gesteld zijn aan deze ontwikkelingen en zolang deze binnen de afgegeven milieuvergunningen blijven? En hoe borgt u vervolgens deze toezegging als u dat gaat doen? Even kijken. Ja, dat waren de vragen die we hadden. Tot zover. Dank u wel. Andere? Meneer Kouwers, CDA. Ja, dank u voorzitter. Ik sluit me aan bij de vragen van de VVD ten aanzien van de milieusanering. Hebben we nog een vraag over het bouwen aan zich. De steun voor het bouwen van huurappartementen in het hoogsegment is volgens ons raadsbreed. Dat hebben we ook in 2015 al bekrachtigd voor deze locatie. Alleen de manier waarop het nu ingevuld is nog niet. Onze inbreng in de commissievergadering was daarom ook kritisch, maar opbouwend bedoeld. Heeft de wethouder met de initiatiefnemer gesproken om aan de wensen van de raad, met name in relatie tot de inpasbaarheid, tegemoet te komen? Of is hij bereid om dat nog te gaan doen? Dank u wel. Wie? Meneer Nijburg, Christine. Ja, voorzitter, ook nog één vraag. Heeft met name met ondernemers te maken. Er is natuurlijk al veel over gezegd en geschreven. Er zijn ook verschillende stukken over. Maar wij vragen ons af of die ondernemers nu echt recht wordt gedaan. Is het nu zo dat het college... Ja, wat zegt het college nu feitelijk toe aan de ondernemers? Is er ruimte om uit te breiden of staat het op slot in de toekomst? Het is ons niet helemaal duidelijk. Misschien kunt u daarmee beginnen, wethouder Agricola. Want in essentie is dat ook de vraag die de heer Veldhuis heeft gesteld, denk ik. Dus misschien kunt u die toezegging verduidelijken met betrekking tot de betekenis van de milieunormen en de vergunning waarbinnen die milieunormen zijn vastgelegd. Ja. Nou, dus wij hebben, laat ik in beginnen met de vragen van de VVD, want daar sluit het mooi in aan. Afstand, milieuzone 3,200 meter. U bent er van afgeweken, kan dat? En die zegt van, dat kan. En die zegt, waarom kan dat? De milieusanering is in principe 100 meter. Omgevingsaspecten spelen ook een rol mee. Er is nu binnen 100 meter is er ook een woning. En in geval van, dan moet je in zijn totaliteit, geur en geldende regelgeving, met name met stof, moet je ook naar kijken. Dus dat is een reden dat je af mag wijken van die 100 meter. De nieuwe afstand wordt 50, 52 meter. De bedrijven hebben de garantie van de gemeente gekregen dat ze zich binnen de geldende milieuzone, of die milieuzone die van toepassing is, zich kunnen ontwikkelen. Dat hebben ze zwart op wit van de gemeente gekregen. En in geval van daar heeft dus Dabeco en met name ook Classic Job, heeft op de toestemming van de gemeente ook gezegd van nou, indien onze rechten gewaarborgd zijn, kunnen wij instemmen met de plan. En dat is ook op het risk gezet. Weten de nieuwe bewoners dit? We hebben uitgebreid gesproken ook met de initiatiefnemer en de investeerder van de residentie. Mensen die er komen te wonen, die zullen geïnformeerd worden over de activiteiten die er plaats zullen vinden. Zoals je ook hebt kunnen lezen, wordt het terrein ook aangepast. Er zal een scherm van 3 meter hoog geplaatst worden op de erfgrens tussen de bedrijven en met name de Wadi's, of laat ik het anders zeggen, het Lugiespad. Maar het Lugiespad, zoals het nu loopt, blijft bestaan. Dat scherm zal worden begroeid met Hedra. En aan de andere kant van het Lugiespad zullen extra bomen struiken gepoot worden, met name groenblijvend.
zodat met name het hele jaar rond daar een groene buffer is. Maar nogmaals, toekomstige bewoners, toekomstige huurders zullen worden geïnformeerd over de activiteiten die aan de andere kant plaats zullen vinden. Dan de milieusanering 3.2. Wat hier nu gebeurd is, geldt dat ook voor alle andere milieuzones waar 3.2 van toepassing is. Dat is afhankelijk van, is er binnen die 100 meter ook bewoning? Dat is niet in alle gevallen, maar dat zal het uitgangspunt zijn. Dan, wat ik ook al heb gezegd, we hebben ook met name toegezegd dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen en blijven ontwikkelen en uitbreiden binnen de geldende milieuzone. Dat is wat ik u kan mededelen over dit hele gebeuren. Kijk nog even naar meneer Veldhuis. Voldoende voor u? De vraag van de heer Kouwe, want ik zie hem al naar de microfoon grijpen. Maar heeft u nog wat gedaan met zijn wijze adviezen met betrekking tot het uiterlijk, zou ik maar zeggen, van het te plannen gebouw? Wij hebben gesproken met de ontwikkelaar. In ieder geval van, zoals je ook in de stukken hebt gezien, is het ontwerp architectuur van de Hilversumse school. Wij gaan met hun in het gesprek hoe we verder de zaak kunnen verfraaien en met name over te gebruiken materiaal wat gebruikt gaat worden tijdens de bouw. Dus, en we gaan kijken van welke mogelijkheden zijn er nog binnen het concept om met name daar wat meer smoel aan te geven. Zoals dat wij spreken, zodat de uitstraling gaat verbeteren. Dus er gaat zorgvuldig naar gekeken worden. Dus we nemen de opmerkingen hierover, over het esthetisch gebeuren, nemen we zeer serieus en daar gaan we mee aan de slag. En herinner ik mij goed, maar ik haal het echt uit mijn geheugen, dat de Hilversumse school ook in de overige kabels op een aantal plekken terugkomt. Of is dat nieuw voor mij? Die komt niet terug in de andere kabels. Het terrein is ingedeeld in zogenaamde groene kamers. En deze groene kamer waar dit gebouw komt, komt alleen dus het gebouw of de twee gebouwen van dus de Hilversumse school met 4 kappers. En die in harmonie zijn met die twee gebouwen. Ja, meneer Kouwer. Ja, voorzitter. Kan ik dan ook uit uw antwoord opmaken dat het plan nog niet in beton is gegoten, om maar met goede woorden te spreken, maar dat voor uw gevoel nog wel een en ander mogelijk is? Of is het gewoon een nathoudertje? Zeg? Nou, nathoudertjes niet, maar we zitten natuurlijk wel aan de afstand, met name ten opzichte van Classic Job en de Beko, dus die 50... 51, 52 meter die nu van toepassing is, die, daar wordt niet aan getornd. Maar wij gaan wel kijken van in hoeverre kunnen we dat doen aan de uitstraling van de beide gebouwen. Ja, geen zoethoudertje dus. Anderen nog? Niet? Mag ik naar de opinie? Meneer Wildfrank. Ik reageer een beetje traag, maar ik wil graag aanvullend op de vraag van de heer Kouwen. U zegt van er wordt nog naar de esthetiek gekeken van het gebouw. Nou prima. Maar daarmee komt het niet meer binnen de kaders van het oorspronkelijke beeldkwaliteitsplan, toch? Dat hoor ik u, dat is toch wel wat ik goed begrijp nu, hè? Het is Hilversumse school, het blijft Hilversumse school, dus wat dat wordt niet gewijzigd. En daar heeft u aan toegevoegd dat ook de maatvoering in die zin niet essentieel zal worden gewijzigd. En dat heeft ook alles te maken met het businessmodel wat eronder zit. Mogen we naar de opinierende fase toe? Mag ik dat? Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Wildfang, gaat u gewoon gelijk door? Dat mag. Het is een beetje een lastig onderwerp. Dat is ook in de commissie wel, denk ik, naar voren gekomen. Want om te beginnen is het een voorstel wat we van harte ondersteunen. Een voorziening voor een groep inwoners die maakt dat ze langer zelfstandig binnen onze eigen gemeente kunnen blijven wonen. Absoluut voorstander van die gedachte. Maar, dat is een maar. Het voorstel ligt hier niet zomaar op tafel. Maar het voorstel ligt hier omdat er afgeweken wordt van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Althans de ideeën daaromtrent. Want het uitgangspunt was dat hier een woongebouw zou komen wat zou passen, harmoniëren met de gedachte van boerenerven. De hele discussie rondom
Het belang van de ondernemers is nu vanavond wel even prominent aan de orde geweest, maar dat was niet de reden waarom het hier lag. Het is goed dat het geregeld is overigens, dat niet, maar dat was niet de reden waarom het hier op tafel kwam. En om tot instemming te kunnen komen met het voorstel hebben we nog eens even een aantal dingen langsgelopen. In oktober 2015 zegt de wethouder, ik heb het nog even nageluisterd, ondanks dat het een boerenerf wordt, wordt het één geheel met het totale plan. Dus toen was de gedachte, het zou passen in het beeldkwaliteitsplan. De stadsbouwmeester zegt er vervolgens van, ja, de keuze voor een platdak of een kap is beide mogelijk binnen een beeldkwaliteitsplan. Met andere woorden, hij laat zich er niet over uit. Witpaard zegt erover, een platdak sluit het beste aan op de bebouwing van het industrieterrein. Dus een platdak. Nou, ik verzin dit niet, want het staat letterlijk in het stuk natuurlijk. En even voor de duidelijkheid, we sluiten aan de ene kant aan op woongebieden, aan de andere kant op een bedrijventerrein. En het laatste wordt dan aangegrepen om te verklaren waarom het een platdak moet worden. Zeker als je je realiseert dat er twee kappers naast komen, die dan wel weer een zadeldak hebben, is dat maar een vreemde opmerking. En die wordt nog vreemder als je verderop in het stuk ook nog eens leest dat die twee kappers mogelijk het zicht wel wegnemen van het gebouw. Nou, als het dan toch zo mooi is, de Hilversumse school, vol in het zicht zou ik zeggen. Nou, het oversticht laat zich eigenlijk ook niet zo uit, anders dan dat ze zeggen het kan. Nou, op basis hiervan komen wij tot de slotsom dat er uiteindelijk alleen om economische redenen wordt afgeweken van het plan, van het beeldkwaliteitsplan. Het kan niet rendabel gemaakt worden of de betrokken onderneming, het is immers een vastgoedontwikkelaar en geen filantropische instelling, die vindt dat er te weinig winst kan worden gemaakt. En dat vinden we lastig, want nogmaals, het is een goed idee om een dergelijke voorziening te treffen, maar om er zo makkelijk van af te wijken van het beeldkwaliteitsplan, dat vinden wij ook wel weer wat ver gaan. Vooral omdat je eigenlijk geen enkel argument meer overhoudt naar andere bewoners om die dan wel te houden aan zo'n beeldkwaliteitsplan. En ik kan over... Ik heb een aantal mensen gesproken die in dat opzicht de harde hand van de gemeente hebben gevoeld in de afgelopen jaren, toen ze werden herinnerd aan zo'n beeldkwaliteitsplan. Dus zoals Hans hebben wij nu het standpunt ingenomen, er was een beeldkwaliteitsplan, hebben we goed over nagedacht, en we zien geen enkele reden om daar niet binnen te blijven. Dus wij zullen hier niet in meegaan. Dank u wel. Dank u wel. Ik blijf gewoon in die hoek daar, meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. En voor de VVD geldt dat we staan voor respect voor jaren en leeftijd. Dat geldt enerzijds voor ouderen, maar ook voor ondernemingen die al ergens gevestigd zijn en daarmee de oudste rechten hebben. De locatie van residentie Slingendaal is er een die bij ons in eerste instantie menig wenkbrauw heeft doen fronzen. Sinds lange tijd liggen de bedrijven aan de rand van ons industriegebied, juist aan deze rand om de overlast aan de omgeving tot een minimum te beperken. Daaromheen is destijds een soort bufferzone van 100 meter gerealiseerd om woningen tegen deze overlast te beschermen. Door nu hiervan af te gaan wijken en hier een kwetsbare doelgroep neer te zetten, begrijpen we heel goed dat dit onrust heeft gegeven bij de ondernemers. Vandaar dat we in de commissievergadering ook gevraagd hebben om garanties af te geven, zodat de ondernemers zonder zorgen verder kunnen. We zijn dan ook blij dat u voldoende toezeggingen heeft gedaan naar de ondernemers. En we hebben dit ook van de ondernemers zelf teruggehoord. Het is goed te zien dat het vertrouwen hiermee gewaarborgd is. Wel vragen we u nog eens een keer goed te kijken of er nog meer maatregelen te nemen zijn om de overlast verder tegen te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld het bevoorraden in de nacht bij de Beko. Misschien is het een idee om rubberen matten te gebruiken om de overlast qua geluid tegen te gaan die van de materialen van de karretjes komen als de vrachtwagens geleegd worden. Over de esthetische vorm van het gebouw worden we zelf ook niet direct gelukkig. Het gebouw is nogal aanwezig, om het zo maar te zeggen. Het is groot en pompeus. We vragen ons af of dit in de omgeving past. Een landelijke omgeving waarin landelijke elementen worden gebruikt in de bouw. Waarom is het hier niet mogelijk om hier toch meer in de omgeving aanpassing te gaan zoeken? In het oorspronkelijke plan kwamen deze elementen volgens ons beter terug. Vandaar dat wij ook niet voor gaan stemmen voor dit voorstel. Dank u wel. En meneer Royakkers. Ik laat de eenmansfracties het eerst aan het woord, voorzitter. Dat is natuurlijk heel leuk. Nou, ik worstelde ook mee. U weet uit mijn vorige interventie dat ik heb gezegd van... Probeer eens een beeld ook te schetsen op ooghoogte. Waaruit toch blijkt dat de twee kappers met de nokhoogte ongeveer even hoog als, als de gebouwen zich toch in belangrijke mate zeg maar wegnemen. Dat vind ik positief.
Ik sluit aan bij wat de heer Kouwer zei over het uiterlijk. Ik vind het een klein beetje industrieel uitzien met die harde, witte, horizontale lijnen. Dan een ietsje speelser of ander kleurgebruik zou misschien al helpen. Dan hoef je het gebouw niet te veranderen. Ik vind dakvellen wel mooi. Maar alles is dat maar een kwestie van smaak. Dat begrijp ik wel. En ik ben voornemens om voor te stemmen. Omdat ik het heel belangrijk vind dat er een dergelijke voorziening komt in Dalfsen. En ik begrijp goed dat als je het betaalbaar wil maken, en dat is zeker het geval. De huren vind ik gezien wat men daarvoor biedt niet verkeerd. Dan is een enige mate van grootschaligheid denk ik gewenst om ook de service te kunnen bieden aan de bewoners. Dus vandaar dat ik voor ga stemmen. Dank u wel, meneer Kouw, CDA. Ja, voorzitter. Het mogen duidelijk zijn, vanuit de CDA-fractie hebben we grofweg twee voorwaarden waar moet worden voldaan bij dit plan. Geen beperkingen voor de ondernemers en inpasbaarheid in de omgeving. Met betrekking tot de ondernemers zijn we voldoende garanties gegeven. Dat blijkt ook wel uit de verklaring van de ondernemers zelf. Dan rest ons de inpasbaarheid. Als fractie en als raad, durf ik ook wel te stellen, waren we verrast door de draai in het ontwerp. We hadden graag gezien dat de wethouder ons had meegenomen in de overwegingen en we niet hier voor het blok waren gezet. Ja, want zo voelt het eigenlijk wel. En inderdaad, de nader onderbouwing in beeld en tekst geeft ons wel de indruk dat er goed en uitgebreid over is nagedacht. Dat geloven we en dat zien we ook wel aan het plan. Want het plan aan zich, dat straalt wel kwaliteit uit. Al kun je het nodige kanttekening bij maken. Maar alle onderbouwing neemt niet de kritiek ten aanzien van de inpasbaarheid bij ons weg. Het gebouw oogt nog gesloten en doet daarmee denken aan een inrichting, ja, laat ik het zo maar noemen. Dat doet het gebied tekort. Zoals gezegd zijn we dus in de basis blij met het voornemen. Dat het voorziet in een behoefte en dat zie je ook aan de huidige inschrijvingen. En dat staat wat betreft de CDA-fractie dan ook niet ter discussie. En ons verzoek aan de wethouder is dus, ga opnieuw aan tafel. Onderzoek de mogelijkheden om zowel vanuit de gemeente, maar ook vanuit initiatief nemen, creatief te zijn ten aanzien van de inpasbaarheid. En wees niet bang om desnoods wat water bij de wijn te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de speelsere gevels. Hè, dat is ook bij het waterfront gelukt. En Vathorst in Amersfoort vind ik daar een sprekend voorbeeld van. En dakgoten om de uitstraling en inpasbaarheid van de gebouwen te verbeteren. Nou, voorzitter, dan kom ik tot het slotwoord. De CDA-fractie wil voorkomen dat wij als raad worden aangekeken op het toestaan van twee woongebouwen die niet passen in een omgeving. Maar tegelijkertijd willen we niet op de stoel van het college gaan zitten door op een later moment een aangepast plan opnieuw te moeten beoordelen. Want per slot van rekening is volgens mij geen van ons stedenbouwkundige en over smaak valt te twisten, zoals de heer Roerker ook al aangaf. Ja, onder voorwaarden van de uitgestoken hand van de wethouder in de vorm van de toezegging zijn wij, als is het met zekere aarzeling, bereid om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen toch te steunen. En de CDA-fractie verwacht daarbij wel dat de wet er echt alles op alles stelt om de inpasbaarheid van de toekomstige bebouwing te vergroten. En dus de aanbeveling uit de raad ter harte te nemen en daarmee aan de slag te gaan. Tot zover. Dank u wel, meneer Kouwer. U gaat ja zeggen, maar u wilt dat de wethouder zijn stinkende best doet om de uitstraling, het beeld van het gebouw aan te passen in de door u gewenste richting. Meneer Evert-Jan Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal het kort houden. Wij hebben in 2015 zijn we vooral op dat punt in de bestemmingsplannen wat kritisch geweest. We hebben toen ook nog aangegeven, nou, het zou goed zijn om ook vanuit duurzaamheidsaspecten naar af en toe naar platte daken te kijken. En wij hadden in de commissievergadering al aangegeven dat wij het plan kunnen steunen en we hebben geen aanvullende informatie waarom we dat niet zouden doen. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, om maar met het slotwoord te beginnen wat ons betreft. Het is ja tegen het formaat, maar nee tegen het formaat. Er is weinig verschil in die twee woorden, maar het maakt heel veel uit. Dus we zeggen ja tegen het idee, maar nee tegen de vormgeving. En dat heeft voor een deel ook te maken met het feit dat we door de wethouder niet zijn meegenomen, wat net ook al is verwoord. En in die zin hebben we toch moeite. We stappen af van wonen werk op deze plek. En in feite verandert de bestemming zodanig dat wij daar op deze manier niet mee kunnen leven. De logische overgang lijkt nu helemaal weg. Dus nogmaals,
nee, ja tegen het formaat. Dus het idee is goed. Het formaat, de uitvoering, niet. Dank u wel. Dan heb ik iedereen gehad. De uitgestoken hand, wethouder Agricola, die toezegging had u al gedaan volgens mij. Dus die mag ik nog een keer hardop herhalen, toch? Ja, in die zin van, ik heb het de heer Kouwen ook al toegezegd, van dat daar nog verder over gesproken gaat worden. En nu mag ik ervan uitgaan dat ik me een stinkende beste voor ga doen, dat het een mooi gebeuren gaat worden. Dat was misschien een wat ongelukkige formulering, maar in ieder geval, u gaat heel erg uw best doen. Dan heb ik volgens mij alles gehad hier. Klopt dat? En meneer Royer, nou, is een nabrander? Ik wilde nog een beetje reageren op een van mijn collega's. Daar is die raad ook voor. Want zijn er sommige van mijn collega's zich zeer bezorgd over de mogelijkheden van de industrie. De twee bedrijven die daar zitten. En dat er nou plotseling mensen komen wonen. Maar het was altijd al de bedoeling dat er de woningen zouden komen. En dat, die zouden ook eventueel last kunnen hebben van die bedrijven. En dat zou ook problemen kunnen geven. Dus ik vind het een klein beetje krokodillentranen om nu zo uitgebreid op die aspecten in te gaan. Oké, ik denk dat mensen nu willen zeggen dat woonwerken iets anders is dan wonen. Maar goed, hè, dus, maar voordat we daar in een technische discussie duiken, denk ik, heeft u uw opmerking kunnen plaatsen. Mag ik naar de stemming toe? Komt u in beeld? Agenda punt 10, ontwerpverklaring voor geen bedenking in residentie Slingerdaal. Voorstel is om een ontwerpverklaring voor geen bedenking af te geven voor het realiseren van een woongebouw voor 57 woonzorgappartementen en de 8,5 vrijstaande woningen in het plangebied Oosterdalse locatie, woonwerklocatie. En deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring voor geen bedenking aan te merken als hiertegen geen zienswijze wordt ingediend. Wie gaat daarmee akkoord? Dat zijn de fracties van gemeentebelangen, het CDA, neem me niet kwalijk, en D66. En daartegen zijn de leden van de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid en de VVD. En daarmee is het voorstel aangenomen. En dan ga ik naar agenda punt 12. Als u de zaal wilt verlaten, heb ik daar alle begrip voor. Echt, gewoon op een knopje drukken. Als ik u was, zou ik de zaal verlaten. Ah, is toch zo. Voelt u zich in ieder geval niet gehinderd daarin. Agenda punt 12. Invulling financiële ruimte sociaal domein. Neem me niet kwalijk. 11. Kijk, maakt helemaal op. Route vervoer van gevaarlijke stoffen 2017. Komt rechtstreeks in de raad. En het is de aanpassing van de routering als gevolg van een wetswijziging. Niet zelf bedacht. En de agendacommissie heeft dat als een technische wijziging geïnterpreteerd. Maar de agendacommissie heeft het niet altijd van tevoren goed gezien. Dus we gaan gewoon in twee rondes. Eventuele vragen eerst en daarna opiniëren. Wie van u mag ik het woord geven? Geen vragen? Heeft u nog opinies? Ja, meneer Kouwer van het CDA heeft een opinie. Ja, voorzitter. Wij zijn akkoord met het voornemen. Het is een beetje mijn vakgebied, dus ik heb hem met aandacht gelezen, maar er zijn geen alternatieve routes mogelijk, ons inziens. En het is eigenlijk bestendiger van de huidige situatie, behalve dat er een weg wordt uitgehaald. En dat is meer dan logisch, omdat het moet van de wet. Dus, akkoord. Als ik u zo hoor, dan zegt u het was een technisch voorstel. Voorzitter, mag ik dan een vraag stellen, de heer Kouwer? Ja, meneer Royer. Want hij zei net dat het zijn vakgebied was. Maar dat betekent toch wel dat die wegen die er nu uitgehaald worden wel gebruikt kunnen worden voor gevaarlijke stoffen. Alleen niet meer in het plan van de gemeente, maar in het plan van de provincie. Klopt dat? Ja, dat klopt. Want het valt nu onder de provinciale en landelijke basisnet. Dus ja, het is akkoord. Heeft u nog meer technische vragen, meneer Royer? Ik doe het over Agricola. Ik doe dat aan ambtelijke neuzel, voorzitter. Ja. Dan was dat, denk ik, mag ik hem in stemming brengen? Agenda punt 11, routevervoer van gevaarlijke stoffen 2017. Het voorstel is intrekking van het routeringsbesluit van 23 februari 2009. 2. De N340 en het N348 vast te stellen als route voor vervoer van routeplichtige gevaarlijke stoffen volgens bijgevoerde kaart. Routering gevaarlijke stoffen gemeente Dalfs in 2017. Wie gaat ermee akkoord? Doet hij allemaal? Ja? Algemene stemming. En dan ga ik naar agenda punt
12, wilt u pauzeren of mag ik gewoon doorgaan? Gewoon doorgaan? Ja? Ik laat me graag corrigeren hoor. Op dit punt. Invulling financiële ruimte sociaal domein. Uitgebreid besproken ook in de commissie. En er waren een aantal fracties die het in beraad hebben gehouden. In ieder geval de ChristenUnie en in ieder geval gemeentebelangen. Ik begin met mijn gemeentebelangen, meneer Kleinkoekamp. Dank u wel, voorzitter. Ja, we waren toch nog wat kritisch over dit punt. Vooral omdat eigenlijk principieel wij nog niet zo lang geleden over verschillende zaken beslissingen hadden genomen hoe we dat gingen regelen. En nou kwam er een voorstel om dat anders te gaan doen. Ik heb dus ook maar één vraag aan de wethouder. Wat zijn de beweegredenen om eerdere beslissingen in het sociaal domein terug te draaien en dit nu uit de reserve decentralisatie te gaan betalen? Oké. En mevrouw Lasje? Is dit een vragenronde eerst nog? Nee, ja, dat is een vragenronde. Ja, oh nee, ik heb geen vragen. Geen vragen. Niemand meer verder. Meneer Rooijakkers. Nou, ik heb een vraag over dingen die ik dan misschien minder goed snap, maar dat hoop ik dat na de beantwoording wel lukt. Want er wordt altijd onderscheid gemaakt in tijdelijke kosten en in systematisch, of hoe heet dat, structurele kosten. Maar bijvoorbeeld, laaggeletterdheid, ik zou dat toch niet zo meteen als tijdelijk willen zien, want ik hoop toch wel dat er op den duur aandacht voor is. En ik kan me niet voorstellen dat na 2 jaar tijdelijkheid zoveel preventie is gepleegd dat we daarna nooit meer de kosten hoeven te maken. En zo zijn er nog een paar andere posten. En ik zou ervoor pleiten om daar gewoon open en eerlijk mee om te gaan. En te herkennen dat dat ook ieder jaar weer terug gaat komen. Dat was dus een vraag hoe dat dan zit. Nog meer? Ik begrijp dat wij over de consultatiebureaus nog apart gaan spreken. En dat de risico's jeugdzorg niet tot een financieel knelpunt leidt, wordt hier gezegd. En daarom is er een bedrag 0 voor opgenomen. Maar ik dacht juist dat TALS een financieel voordeel kon krijgen in vergelijking tot de begroting door uit de samenwerkingsplan te stappen. Dus dan zou er een plus komen. Wethouder, als u behoefte heeft, neem ik die vraag over jeugdzorg, maar u kunt het waarschijnlijk ook zelf, hè? Ja, wethouder Van Leeuwen. Dank u wel, voorzitter. Excuses voor mijn stem, want ik heb een virusje opgelopen. Dat waart een beetje rond in de bestuursvleugel. Een soort estafette van de een naar de ander. Maar goed, ik ga mijn best doen. Meneer Kleine-Koerkamp, u vraagt naar de beweegredenen om dit nu anders te gaan betalen dan zoals reeds besloten. Dat komt omdat er intern een fout is gemaakt. In de beantwoording naar u wordt gesproken over een omissie. Nou, dat is gewoon een fout, een mooi woord voor een fout. Het traject dient zo te zijn dat voordat een besluit naar het college gaat, het eerst langs de afdeling financiën gaat, planning en controle. En die houden dan, laat me even zeggen, de stand bij of dat het nou wel of niet kan, die voorzien dat van een advies. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden heeft een medewerker op een knop gedrukt waardoor het niet meer bij financiën is geweest en is er een besluit genomen waardoor er nu een financieel tekort dreigt, terwijl de afdeling altijd gezegd heeft en volhoudt, we doen het voor het geld dat we ervoor krijgen. Nou, dat zijn een aantal, dat zijn structurele kosten die, waar een besluit over is genomen. En deze, waarover u al besloten heeft, daarvan zeggen we, die zou je ook onder niet-structurele lasten kunnen rekenen. En dus zouden we die kunnen toerekenen aan de reserve. En dan krijgen we de zaak weer boekhoudkundig rond en kunnen we het doen voor de voor het geld dat we ervoor krijgen. Het is dus een technische aanpassing door een fout die intern gemaakt is. Dat vind ik heel vervelend. Dat vindt de afdeling nog zo mogelijk nog vervelender. En er worden maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Maar dat is de reden waarom wij u dit nu voorstellen.
Laaggeletterdheid, is dat niet structureel? Ik hoop het niet, want juist door die maatregel te treffen hopen we mensen verder te helpen. Het voorstel over laaggeletterdheid was een kortlopend project. Dus dat was niet iets wat structureel over 5, 6 of 7 jaren in de begroting zit. Dat is het verschil. U vraagt mij, zal er in de toekomst nog weer geld nodig zijn voor laaggeletterdheid? Dat verwacht ik wel. Maar dan zal de portefeuillehouder met een nieuw voorstel moeten komen. U heeft het vervolgens over een risico in de jeugdzorg. En u rekent heel terecht voor dat wij ervan uitgaan dat wij geen risico zullen lopen. En u zegt ook een voordeel, maar dat voordeel boeken we nog even niet in. We stellen vast dat we geen risico hebben. Dat is de uitleg, meneer Rooijakkers. Ja, dank u wel. Er is overigens geen wettelijke mogelijkheid om uit de BVO te stappen. Dat is wel een andere formulering, maar het is wel goed om u te realiseren dat er verplichtingen liggen bij de jeugdzorg om dingen gezamenlijk te doen. Het gaat over de verdeling van de risico's binnen de regio. Dat is een andere zaak. Dat is een andere zaak. Nee, maar u had het over eruit stappen. Ik bedoel de risico's voor gezamenlijke rekening of risico's voor de gemeente dan. Daar zijn keuzes in te maken. U hoort er ook mijn stem, zeg maar. Zich op een buitengewoon mannelijke wijze heeft dat. Ik ontken verder alles trouwens. Ja. Het college is waarschijnlijk helemaal ontroerd door het vertrek van de wethouder. Nee, dat is van ontroering en geen sprake. Zijn daarmee de vragen allemaal in de orde geweest? Mevrouw Lasje. Ja, dank u voorzitter. Mag ik dan nog een vraag stellen naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder? Heeft de wethouder het hier over die punten, over die drie onderwerpen die in punt 4 genoemd worden? Want dat was ik even kwijt. Ja, dat is correct. Mag ik naar de opinierende ronde toe dan? Meneer Klein-Koerkamp? Dank u wel. Wij waren nogal kritisch in de commissievergadering hierover. Puur uit principe van we hebben besluiten genomen en die moeten gewoon gehandhaafd worden. En als dan een stuk voorkomt waar dat zo 1, 2, 3 omgezet wordt ergens anders naartoe, dan stellen we daar vragen over. U hebt dit nu beantwoord. Ik concludeer dan ook dat de reserve die er nog zit in het sociaal domein, dat dat aanzienlijk minder gaat worden. En dat dat uw reden geweest is om dit uit de reserve decentralisatie te halen. Gezien uw antwoord en verdere bestudering van de stukken kunnen wij dan nu ook leven met dit stuk. En ook al gezien de prognose die gemaakt is bij het sociaal domein, kunnen we ook leven met het doorzetten van de reserve decentralisatie tot 2020. Dank u wel. Mevrouw Hamerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben de vorige keer nog vragen gesteld en onze twijfels geuit. Met name om verlenging van de reserve tot 2020, omdat wij dat vrij lang vonden. Maar goed, we hebben er nog over nagedacht en we hebben ook gezegd van ja, als het te lang is en de reserve is niet meer nodig, kunnen we hem alsnog laten afboeken. Dus op zich is dat ook geen probleem. De overige twee punten waren we al mee akkoord, dus bij deze akkoord. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze dank voor de informatie die we via het RIS nog gekregen hebben op een aantal vragen die we stelden in de commissie. Zoals in de commissievergadering door onze fractie aangegeven, hadden wij wat moeite met voorstel 2. En dat vanuit de gedachte dat hiermee geld wat over is in het sociaal domein naar een uitbreiding van personeel gaat. De uitleg in die vergadering en ook na de hand heeft ons meer informatie gegeven, waardoor het ons helderder is geworden waarom dit toch nodig is. Het is nog steeds veel geld, maar we realiseren ons dat deze investering nodig is, omdat goede zorg vraagt om goede aansturing, om integraal werken en om een heldere juridische ondersteuning. We willen hier wel nog een kanttekening bij plaatsen. Want hoe ingewikkelder we het systeem maken, hoe meer dit zal vragen van zowel zorgvrager, zorgaanbieder als van de gemeente. En bij meer en ingewikkelde regelgeving kun je enerzijds vragen om meer juridisch personeel, maar je kunt aan de andere kant ook beginnen om te streven naar zo eenvoudig mogelijke regelingen, met heldere formuleringen en leesbare formulieren. We willen het college dan ook vragen om dat echt als speerpunt mee te nemen. Nu is alles vaak erg ingewikkeld. Het vraagt veel van mantelzorgers en van vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld de formulierenbrigade.
Kortom, voorzitter, we kunnen met voorstel 2 instemmen. Met 3 en 4 waren we al akkoord. En we kunnen instemmen omdat we zien dat het oplossen van deze knelpunten echt nodig is. En we vragen het college om het beleid niet nodeloos ingewikkeld te maken. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Wildfank, Partij van de Arbeid. Ja, we hadden in de commissie al aangegeven dat we het stuk kunnen ondersteunen. Er zat één puntje in wat betreft die werkplekken, 30 van de 40 nog te gaan. Maar voor het overige vinden we het een goed voorstel zoals het er ligt, dus daar stemmen we graag mee. Dank u vriendelijk. Meneer Rooijakkers, D66. Ik begin maar te zeggen dat ik er ook mee in zal stemmen, dan is de spanning even uit de lucht. Maar ik heb in de commissievergadering gezegd dat ik het toch opzienbarend vind dat er in de begroting 2017 3 FTE's bij zijn gekomen. En dat dan nu weer zowel in de dekking van de financiële technische onderwerpen als in de ruimte voor het sociaal domein ook weer enorme extra budgetten zijn, zodat we in totaal ongeveer 750.000 euro meer uitgeven voor personeel dan het jaar daarvoor. En dat vind ik veel geld en ik hoop dat dat heel goed besteed wordt. En ik sluit mij helemaal aan bij mevrouw Lasje dat het misschien verstandig is om af en toe iets te versimpelen. En misschien niet 100.000 euro te besteden om 50.000 euro te besparen op regelingen. Maar ik wens het college en de directeur daar veel wijsheid bij. Dank u wel. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. We hebben het in de commissievergadering al aangegeven dat we akkoord kunnen zijn met de punten 1, 2, 3 en 4. En ik heb eigenlijk vandaag ook niks gehoord waardoor we hier vanaf zullen wijken. Dus we blijven bij onze goedkeuring. Dank u wel. Dan vraag ik de griffier om het in beeld te brengen. Invulling financiële ruimte sociaal domein. Het voorstel is om kennis te nemen van het rapport invulling financiële ruimte sociaal domein en het bijbehorende bijlagenboek. Het voorstel oplost diverse knelpunten interne organisatie sociaal domein ten laste te brengen van de beschikbare financiële ruimte sociaal domein. 3. De reserve decentralisatie voor te zetten tot en met 31 december 2020 om tijdelijke extra kosten op te kunnen vangen. En 4. De financiële consequenties van de volgende reeds door de gemeenteraad genomen besluit in 2017 en 2018 ten laste te brengen van de reserve decentralisatie. Te weten, een eigen bijdrage hulp bij het huishouden. 2. Preventieve gezondheidszorg. En 3. Laag geletterdheid. En u gaat er allemaal mee akkoord. En dat doet hij. Dan is dat met algemene stemmen besloten. Dank u vriendelijk. Nou, en misschien denken we soms dat er minder over is dan we dachten. Maar het is toch wel heel erg fijn dat er in ieder geval geen tekorten zijn. Want dat zou je toch maar mee moeten maken. Want dan moet je gaan. Hè? Dus ik blijf toch een gevoel van dankbaarheid houden op het moment dat we zo'n notitie vaststellen. Ik hoop u ook. Dan zou ik graag naar agenda punt 13 willen. Het vaststellen van de besluitenlijst van 27 februari 2017. Bent u daar allemaal, mag ik dat? Bent u daar allemaal mee akkoord? Mag ik hem vaststellen? Algemene stemmen. Is dat gebeurd? Dan ga ik naar agenda punt 14. Ingekomen stukken. En u weet, als u over stukken op de vertrouwelijke lijst wilt spreken, dan moeten we de vergadering vertrouwelijk maken. Dus. Oh ja. Op de openbare lijst van ingekomen stukken, en bij bestudering is u dat vast allemaal opgevallen, daar staat het jaarverslag van het oversticht en een aantal van die cijfers zijn niet helemaal correct. En er komt een nieuwe versie. Dus dat is wel fijn. Ja. Ja, voordat je het weet leidt het tot de meest vreselijke misverstanden. Oké. Okay. Iemand van u? Niet? Agenda punt 14 ingekomen stukken zitten we. En als u niet snel bent, zitten we bij agenda punt 15, dat is de sluiting. En er zit namelijk mededeling bij. Ja, daar zit ook mededeling bij, ja. Ja, nee, dat mag. Prima. Meneer Lochtenberg, wel op tijd. Ja, dank u voorzitter. Want tussen de mededelingen zit een mededeling over de tussenrapportage voortgang Waterfront. En daar blijkt onder te liggen onder andere een wijziging van eigen wijziging van bestemming van bouwdeel boe, dichtst bij de brug. Nummer weet ik zo niet. 3, volgens mij. Nee, 5 niet, dat wel gaat. Daar was bestemd voor middenstand, 1000 vierkante meter.
En dat is weliswaar een wijziging in de bevoegdheid van het college, maar de stuurgroep heeft voorgesteld en is overgenomen, lijkt het, door het college, dat daar geen winkeltjes komen, maar dat daar woningen komen, ook op de begane grond aan de kant van de Vecht. Dat heeft wel behoorlijk impact en de vraag is wel, het is een levendig centrum, dat willen we ook steeds levendiger hebben. Om daar nu maar zo woningen daar te zetten, ik ben met de discussie wel eens hoor. Je moet niet concurreren met middenstand en leegstand veroorzaken in het centrum van Dalfsen, dat willen we ook absoluut niet. Maar het alternatief van alleen maar woningen op de begane grond, halen ons daar geen problemen mee op de nek. Dus dit is wat ons betreft wel een vrij gemakkelijk besloten, uit de economische overwegingen besluit, wat mogelijk toch wel behoorlijke consequenties heeft. Wethouder Agricola, wethouder Van Leeuwen, is dit een makkelijk genomen besluit? Of is dat is het eerste waar ik op aansla. Het is absoluut geen makkelijk genomen besluit, want dit, voordat dit besluit genomen is, is er bijna een jaar aan discussie aan voorbij gegaan. Dus dat weerspreekt de veronderstelling dat het makkelijk was. Daar is onder andere ook gesproken met de middenstandsvereniging. Daar is ook gekeken naar de leefbaarheid voor die mensen die aan die kant komen te wonen. Daar worden nu plannen voor gemaakt. Ik heb inmiddels de tweede versie van tekeningen gezien. Dus ook het ontwerp is niet iets waar lichtvaardig overheen wordt gegaan. Want we realiseren ons dat je daar mogelijk conflicterende situaties hebt. Aan de andere kant zijn er ook mensen die heel bewust ervoor gekozen hebben, die heb ik ook gesproken, die willen juist aan dat horecaplein, dat Koninginnenplein, wonen, omdat het daar levendig is, omdat daar een fontein is, omdat ze verwachten dat daar mensen tot zomers tot een uur of één misschien wel op het terras zitten. Dus het is wel een andere categorie mensen die dat zelf leuk vinden en die dat graag willen. Maar vanuit het oogpunt van bruto vloeroppervlak voor middenstand is het niet verstandig om dat uit te breiden in Dalfsen. We willen dat beperken tot hier aan deze kant, zeg maar de kant van Albert Heijn en de zittende bedrijven zoals Verhoeven en dergelijke. Om ook daar de zaak compact te maken en een aantrekkende werking te realiseren. Dat is de gedachtegang die erachter heeft gezeten en die er ook achter zit. En nogmaals, daar hebben we echt ruim de tijd voor genomen om daarover na te denken en te discussiëren. Maar, meneer Lochtenberg, voordat we hier nu de inhoudelijke discussie gaan voeren, het is een bevoegdheid van het college, daar bent u toch mee eens of niet? Oké. Okay. En die wilt u ook niet ter discussie stellen? Nee. Oké, okay, prima. Gelukkig. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Was dan dit de reactie van de wethouder voldoende? In ieder geval de uitleg is duidelijk. De achterliggende gedachte spreekt ons ook eens aan. Ik zal de discussie ook echt niet ingaan. We hebben zelf ook gevraagd om heel kritisch te zijn naar of we wel zoveel uitbreiding van het commerciële gedeelte moeten hebben. Prima. Belangrijk dat er goed over nagedacht wordt. Ik denk ook dat, kijk maar even rond naar de collega's ook, wellicht dat ze het ook gezien hebben. Als we er iets zo vinden, dan moeten we wel nu reageren. Het is wel een collegebevoegdheid, maar ideeën zijn altijd welkom, begrijp ik van u. Maar ik kan wel even met u antwoorden. Dank u. Dank u wel, dat is fijn. Anderen nog? Ik ga nu naar de sluiting toe, hè? Agendapunt 15. Is dat akkoord wat u betreft? Mag ik dat? Mag ik u dan danken voor uw inbreng en voor de efficiënte vergadering, wat ook alles te maken heeft met de kwaliteit van de commissievergaderingen. Des te beter die zijn, des te beter is deze. Dus dank u voor uw inbreng. Nogmaals, ik sluit de vergadering.